Jongens, Roskrio maakt mij nog een live commentary op Lekkos 1. Zoals ik al zien zijn we weer een playing game gejoined. Ik ga eventjes een clashje pakken. We gaan gewoon weer spelen met de AK-47. Met dual mac erop, mooie gouden camel erop. Want ik heb natuurlijk elk wapen goud op dit spel. Want ik heb toch genoeg geld. Ik heb volgens mij nog 1 miljoen cod points over. Dus ja, ik kan alles kopen wat ik wil. En ik heb dus ook gewoon alle gouden camels al. Daar achterin staat iemand op mij te schieten. We hebben een blackboard in de lucht. Dus dat is wel handig en mooi meegenomen. Dan kunnen we even kijken of wij nog een blackboard kunnen halen. Iemand heeft ook nog eens docs in mijn team. Nou, dat is helemaal mooi. Dan moeten wij nu eventjes proberen een blackboard te halen. Terwijl deze blackboard actief is. Dat we gewoon de hele tijd blackboard dat we door kunnen laten gaan. Want als ik een blackboard haal, dat hij weer een blackboard haalt. En als hij weer een blackboard haalt, dat ik weer een blackboard ga. Want zo gaat het ook in Black Ops 2. Als iemand eenmaal een blackboard hebt, dan haalt eigenlijk iedereen een blackboard door die ene blackboard. En dan is het gewoon eigenlijk dat je het hele potje non-stop blackbirds in de lucht hebt. En dat was weer 6 keer achter elkaar blackbirds in 1 zin. Maar dat maakt niet uit. We gaan even hierboven campen. Want we waarschijnlijk gaan de spawns nu heel raar doen. Omdat iemand het shotgunner hebt en docks tegelijkertijd in de lucht. Heb. Dus kijk, dat bedoel ik dus. Dan gaan ze lopen campen. En daarom ga ik ook eventjes campen. Want ik snap er nu namelijk helemaal niks van. Hij killt zichzelf met zijn chopperkunnen. Nou, dat vind ik helemaal knap van jezelf als je dat kan. Dan blijf hier heel eventjes campen. Want ik weet niet waar de dogs heen lopen. Kijk, zie je, ze spannen nu achter me. En ze spannen voor me in dat huisje. Dus we gaan hier eventjes blijven staan. We gaan heel eventjes lopen opwachten dat die chopperkunnen weg is. Want anders kunnen we toch niks doen. Want nu weet ik namelijk helemaal niks meer van waar ze zijn. Dus we moeten hier eventjes blijven staan. Hoeveel mensen zitten er nog in het team? Oh, nog steeds 9. Er is niemand gerace quit. Dus we gaan even kijken. Waar zijn jullie gespannen? Kijk, daar achterin loopt er een. Oh, scheef 1. Heel scheef aim, dat was echt gewoon de baggerste aim ooit. Komen ze nu hierheen lopen? Nee, ze gaan allemaal in het huisje. Oké, dan blijven we hier heel veel staan. Kijk, dat dacht ik dus. Ze hadden C gepakt, dus ja, dan gaan ze automatisch in dat huisje daar lopen campen. En dan sta ik tegenover, dus ja, dan kan ik ze mooi afschieten. Oh shit, ik word genoeg, shoot weg hier. Uh-oh, hoor jij bij me? Mooi. Dan blijf ik hier nog heel veel staan. Ik moet nog 1 keer voor mijn Blackbird. Nee, nog 2. En ik heb een 2-bar connectie, dus dat is helemaal scheid. 2-bar connectie kan je niet zoveel. Goeie reden om te campen, 2-bar connectie. Oké, nog een mooie kill erbij. Hier loopt er eentje. Is die al dood? Goed zo, jongens. Nog 1 kill en heb ik mijn Blackbird, dus daarom sta ik nu nog steeds te campen. Ik wil eigenlijk hier gewoon weg, man. Ik heb er geen zin meer om te blijven staan. Ik probeer nog even die ene kill te maken. Oh, kijk, daar loopt er onderheen. Krijg ik nou gewoon een assist? Oh. Weet je wat? Ik gooi een flash en dan ben ik weg hier. Oh, wacht, er komt er net een. Ik kan net weglopen, lul. Oké, nu weg hier. Oh, in mijn rug. Oké, we hebben het overleefd. Dankjewel, vriend, dankjewel. Komt er iedereen aan? Oh, kut, assist. Schijt is altijd. Oké, ze zitten nu bij A. Kunnen we even kijken of we die kunnen killen met een handpistooltje. Want ik heb niks anders meer. Ik heb natuurlijk ook geen ammo meer omdat ik aan het campen was. En dan pak je natuurlijk helemaal niks op. Dan ga je alleen maar dood omdat je dan weer geen ammo meer hebt. Bij A zit er nog steeds één. Hebben jullie die? Mooi zo. Dan kan ik eigenlijk zijn wapen even oppakken. Dat is wel slim. Kan ik je wapen oppakken? Kijk eens aan. Kahil met Red Dot. Een van mijn lievelingswapen. De Kahil. Of de Kahil. Ik zeg altijd Kahil, maar het is eigenlijk gewoon Kahil. Of hoe je hem ook mag uitspreken. Iedereen noemt die wapens anders, joh. Maakt helemaal geen ene reet uit hoe je zo'n wapen noemt. De ene noemt het Kahil, de andere noemt het Galil. Of de andere noemt het weer een... Maakt helemaal niks uit hoe je zo'n wapen noemt. Het gaat er gewoon om dat je weet welk wapen je in je hand hebt. En dat je ook gewoon weet hoe zo'n wapen schiet. En dan kan je waarschijnlijk iedereen er gewoon mee gaan killen. Hier staat iemand AFK. Nooit... Oh shit, Final Stand. Hij stond niet AFK, want hij bewoog terwijl hij in Final Stand lag. Dus hij stond half AFK. En daardoor kon ik hem dus wel killen. Dan moet je maar niet zo dom gaan lopen doen. Er staan 3000 man op die vlag. Want er lag er ook nog een op de grond. Snel reloaden, want ze spannen nu in mijn rug waarschijnlijk. Dus we moeten nu even snel erop af. Even proberen nog wat kills mee te pakken voordat we met killstreaks inroepen. Even kijken, die kill hebben we ook nog. Dan moeten we weer een nieuw wapentje. Geef weer een nieuw wapentje, jongens, want er staat er iedereen te campen. Hebben jullie die? Oké, lekker. Dan pakken wij de vlag C. Geef me nog maar een nieuw wapentje, want dan heb ik genoeg wapens weer. In onze rug, jongen, in onze rug. Ik zag er een spannen, maar waar? Kijk, hij ligt daar. Hoppatee, grote tv voor de winnen. Komt er hier nog eentje aan? Heb jij die kill? Heb jij hem? Goed zo, mijn vriend. Goed zo, goed zo. Spannen ze nu waarschijnlijk weer in mijn rug. Ja hoor. Ah shit, spreekt hij me door de muren. Oké, we hebben onze killstreaks nog. Dan ga ik die wel eventjes inroepen. Als eerste een mooie height, oftewel een dikke... Nou, ik weet niet hoe je zo'n ding noemt. Ik noem altijd height, maar je kan het volgens mij ook nog anders noemen. Maar dit ding is zo overpowered in het spel. Je kan hier gewoon iedereen mee killen. Moet ik wel raakschieten natuurlijk. Oh shit, nee, hij is weer bugged. Ik kan hem niet besturen. Ah, dat weet ik nog wel van een jaar terug. Als dit gebeurt, dan kan je height niet besturen. Dan gaat hij automatisch rondjes in de map vliegen. En dan kan je helemaal niks doen. En je kan er ook niet uitstappen. Oh nee, dit is echt een scheisse wat je kan overkomen als je zo'n height hebt. Nu kan ik helemaal niks doen. Nu moet ik gewoon een beetje rondjes gaan vliegen. Ik kan alleen schieten en verder kan ik mijn height niet besturen. Dat is echt het irritantste wat er kan gebeuren. En die bug die zit altijd al in Black Ops 1 en ik heb het nu gewoon weer. Bij mijn allereerste height, ik ga die dingen niet meer aanzetten. Raar, nu moet ik rondjes gaan vliegen. Rondjes vliegen in mijn height. Misschien kan ik nog een kill mee pikken. Kom op, ik wil nog een kill. Nee, hij vliegt verkeerd. Vliegt al goed, jongen. Dan kan ik misschien nog een kill. Kom aan. Ze zitten wel te poepen. Kijk, ze zitten in die bunker te poepen voor mijn height. Maar ik kan toch niemand killen, jongens. Jee, dit is scheid, irritant. Kom aan, kan ik nog een kill mee pakken? Nee, hij vliegt. Nee, ze zitten bij de C-vlag. Laat me naar de. Oh my god, er zitten 3 man op de C-vlag en ik kan niemand killen in het kutding. Godverdomme. Hier loopt er een. Nee, shit, kutding. Ga weg nou. Ga er maar uit. Oké, ik ben eruit. Hè, hè.
Nou, dat hebben we anderhalf minuut verspeeld aan een fucking bugged killstreak. Oké, meteen twee kills gepakt. Roepen we nog eens onze choppergun erin. En als deze ook bugged is... Oeh, jongen, want soms vliegt deze wel eens rondjes buiten de map. Oké, hopen dat deze niet bugged is. Is deze wel bugged? Nee, deze is niet bugged. Oké, dankjewel. Misschien kunnen we nu wel een paar kills mee pakken. Holy shit, man. Ik heb net een half jaar een rondje gevlogen voor helemaal niks, omdat dat ding weer bugged was. Ze zijn altijd bij mij bugged. En vorige keer op jungle, toen had ik ongeveer 150 kills. En toen kreeg ik zo'n een hide en toen roep ik hem in. En toen in één keer ging die buggen en toen dacht ik, shit, ik had makkelijk 200 kills kunnen halen in deze map. En in één keer gaat mijn ding weer buggen, kan je weer geen kills krijgen. Maar ja, nu zit ik in mijn choppergun, hier kan ik waarschijnlijk wel wat kills mee pakken. Als ze niet allemaal binnen spannen, want ja, dan kan ik natuurlijk ook weer niks doen. Gewoon even hier schieten naar binnen, misschien kunnen we nog een kill. Oh kijk, die fan staat buiten. Oh nee, maar waar staat hij nou? Ah shit, ik ben nu alweer uit de lucht. Oké, killstreak zat ik helemaal niks aan in dit potje. Kan ze beter uitzetten, kan beter napalm strijken en alles aangezet. Want hier heb ik helemaal niks meer aan. Ik ga nog even proberen wat kills mee te pakken. Ik zet volgende potje wel weer gewoon eventjes dox aan. Want ja, aan dat fucking heids chonk gunner ding heb je ook weer even een reet. Want dat ding is weer bugged, man. Ze zijn altijd bij mij bugged. Altijd gewoon. Oké, hoppatee. Mooie double kill. Dan komen er hier nog een paar aan. Die vent heb ook een chopper gunner. Die wordt waarschijnlijk zo meteen ook uit de lucht geknald. Maar ja. Maakt mij niet uit, als hij uit de lucht wordt geknald, kan ik weer meer kills mee pakken. Die vent heeft final stand, want dat had hij vorige keer ook. Die vent, hoppatee, nog een nieuwe Blackbird. Oh, in mijn rug loopt er een. Snel nog even wat kills mee pakken, kunnen we nog een kill? Nee, oké, het game zit erop, 27-1. En in mijn killstreaks heb ik bijna geen kills gemaakt, omdat het niet werkte. Jongens, als jij deze video leuk vond, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. Ik ga nog één game in Black Ops 1 spelen, en dan hoop ik dat ik gewoon een goede score kon halen. Niet maar 27 kills in de game, want dat is gewoon echt heel weinig. Mijn record staat op dit spel op 289 kills in één game. En dat was wel gewoon een uber chill game. Maar ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Vergeet de video alsjeblieft een duimpje omhoog te geven. Tot de volgende keer, jongens. Bye bye. Jongens, Jiroski hier ook bij nog een live compleet hier op mijn kanaal Jiroski Gaming. Zoals je kan zien zijn we nog steeds Black Ops 1 aan het spelen. We zitten op het moment free for all op de map Stockpile. En dit game is al eventjes bezig, heb ik zo het gevoel. Dus gaan even kijken. We staan 9 kills achter. Ik denk dat we dit game nog wel even kunnen gaan winnen. Ik ga even kijken. Oh, kijk, iedereen staat te campen. Ik zie er nu al de eerste persoon om meteen campen. Weet ik dus dat eigenlijk iedereen staat te campen. Als één persoon daar in zo'n hoedje gaat staan, dan betekent het dus dat eigenlijk zo'n heel team aan het campen is. Zo'n heel game. Dus we moeten eventjes nu gaan opletten. Eigenlijk gewoon elke campspot nu gaan inspecteren waar ze allemaal kunnen gaan zitten. Dus dat gaan we nu gewoon even doen. We gaan tactisch door de map heen lopen aan de zijkant blijven. Want ik weet dus dat ze allemaal ergens staan te campen. Wij moeten dus gewoon die plekken waar ze staan te campen vermijden. Achter me komt er een. Even een neetje gooien. Dat doet hij namelijk ook. Kijk maar aan. Hij maakt gewoon mijn C4 kapot. Of mijn claymore. Kom je nou op me af of niet? Of ga je hem nu gewoon staan opwachten? Ja, nu weet ik niet meer waar die is. Oh, hij staat er nog wel. Hij staat er nog wel. Ja hoor. Zo, ik moest even concentreren hoor. Soms moet ik dat ook wel eens. Want ik moet in free vooral altijd heel goed op de voetstappen letten. Want anders word je gebackreept. Anders komt er daar weer een enemy, daar weer een enemy. Dus je moet altijd op de voetstappen blijven letten in free vooral. Het maakt niet uit of je gewoon je geluid via je tv hebt. Of je geluid via je headset hebt. Altijd op de voetstappen letten. Dat is eigenlijk gewoon altijd je safe in free vooral. Als je op de voetstappen let, kan je zoveel mensen gewoon killen. Omdat ze bijvoorbeeld in je rug komen. Omdat ze bijvoorbeeld naast je lopen. En dan denk je, hé, er loopt er weer een naast me. Die gaan we eventjes killen. Want ik hoor hem weer lopen. En dat moet je dus gewoon hebben in free vooral. Altijd op je. Geluid blijven letten, want ik hoorde er hier dus ook weer eentje lopen. Waar die heen is gerend, dat weet ik zelf ook niet meer. Ik weet ook niet hoe die kill kreeg, want ik schoot één kogel en toen had ik opeens een kill. Maar dat maakt mij niet uit, want ik heb de kill. Even UAV'tje inroepen. Ik gebruik de killstreaks UAV, Blackbird en de attack dogs. Ik weet niet of dat nou zo slim is om een free for all te gebruiken. Maar ja, mij maakt het niet heel veel uit welke killstreaks ik gebruik. Blijf eventjes heel eventjes staan, want ik zie dat daarin is gespand. En ook links van mijn eentje. Gebruik 3 mensen ghost, want ik zie maar 5 mensen op de map. Dus dat betekent dat de overige mensen allemaal ghost gebruiken. Of die gewoon weer dood zijn gegaan en weer ergens random zijn gespand. Die vent die heeft een sniper, dat weet ik nog. Die heeft die WA-2000 namelijk. Die vent doet die deuren dicht, dat is nooit handig om te doen. We moeten nog één keer voor onze Blackbird, dus ik blijf nu nog heel eventjes staan. Want ik zie dat er een rechts is van me gespand. Ik heb natuurlijk die UAV ingeroepen, dus ik weet precies waar ze allemaal staan. Maar hun staan te campen en ik sta nu ook te campen. Kijk maar, die persoon daar die staat echt keihard te campen. Daar gaan we gewoon even op afrennen. Volgens mij, oh hij staat denk ik AFK. Ja, hij staat AFK. Dat is die vent die nu wel een paar kills heeft gemaakt, maar hij staat nu zo te zien AFK. Hij dacht ook, ik heb er geen zin meer in, ik ga nu gewoon AFK staan. Ik ben al zo vaak gekilled, ik ga mooi niet meer killen. Hier komt er ook weer aan rennen. Blackbird is zo'n overpowered killstreak in Black Ops 1. Als je Black Ops 1 speelt, zit altijd gewoon die Blackbird aan. Dat ding is zo lekker om te gebruiken in Black Ops 1. En hier komt er ook weer een aan rennen. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik zie gewoon precies iedereen lopen, precies op de plekken waar ze kunnen lopen. Lopen ze ook gewoon eventjes deze Enfield oppakken. Oh, time's almost up. Wat is dat nou weer, time's almost up? Hier komt er ook weer een aan. Oh, hij heeft me. Nou, snel met attack dogs inroepen, want anders hebben we het game nog verloren. We moeten snel eventjes nu een comeback maken. We staan 11-0, 11-1 nu, omdat ik natuurlijk dood ging. We moeten nu even snel een paar kills maken, want anders hebben we het game nog verloren. Dus attack dogs, doe ook even je ding. Nu moeten we er snel op af gaan rennen, want nu ben ik bijna
het game uit. Hebben we bijna het game verloren. Is dat die persoon AFK. Hebben we nu de lead. Dus dan moeten we even nog een paar kills erbij maken. Oh, als ik nu dood ga. Yes, yes. Lekker dogs, lekker dogs. Kom aan, nog maken we nog een paar kills dogs. En hebben we dit game gewonnen. Hoppatee, we hebben het game gewonnen. 15-2. Die Fangs waren keihard aan het campen. Want zo'n free-for-all game duurt 10 minuten. En ze hebben dus gewoon 13 kills gemaakt in 10 minuten. Ik kwam het game in. Toen had ik volgens mij binnen 3 minuten 15 kills gemaakt. Dus ze waren allemaal aan het campen. Maakt mij niet heel veel uit. Ik speel nog wel eventjes een free-for-all game. En die plak ik hier wel eventjes achter. Dus tot zo meteen, jongens. Bye bye.